Bonnie, we zijn hier in de Hokrally Leeuwarden. En er is een bepaalde zak, rillenpakket. Kun je eens laten zien wat erin zit? Ja, zeker. Nou, dit is onze mooie tas met het logo van ons. En wat zit erin? Een t-shirt, een polo shirt met knoopjes. En die hebben we logo. Wat foldertjes materiaal, het boekje waar alles in staat wat er gebeurt. Dit zijn nog bonnen voor het eten, voor de barbecue en de ontbijt. Evenementenkalender, shirtjes, prachtige onderzetters, voor je glas bier, of wat anders. En natuurlijk, last but not, de prachtige pin. Nou, is dat niet een mooie? Dick, we zijn vandaag vrijdag 3 juni in Leeuwarden bij de Hokrally. Ik wou jou vragen, jij bent de organisator, mede-organisator. Mede-organisator. Ja. Vertel eens wat, hoe lang geleden zijn jullie begonnen? We zijn al ongeveer een jaartje bezig, misschien al iets langer. Om precies te zijn op de Benelux Rally van vorig jaar in Luxemburg. Daar hadden we net onze website in de lucht en daar konden mensen inschrijven voor dit event. En er is toen ook al heel leuk gebruik van gemaakt. Dus we zijn ruim een jaar bezig. En hoeveel mensen doen eraan mee aan de organisatie? Aan de organisatie? We hebben een relatief klein team van mensen die de grote lijn uitzetten. Zeg maar werkgroep van een man of zes. En dan zie je gaandeweg zo'n organisatie dat eigenlijk steeds verder uitzakken. Er komen steeds meer mensen bij, steeds meer taken worden verdeeld. En we hebben straks meer dan 100 man hier bezig zijn. Dus ja, je kunt dan zeggen je bent een organisator, maar dan kun je maar alleen als je een heleboel mensen bij je hebt staan die erg enthousiast zijn. Ja. En dat hebben we. Ja. Jullie hebben een prachtig weer, een prachtig weekend. Ja. En hoeveel voorinschrijvingen hadden jullie? We zaten ongeveer op 700 voorinschrijvingen. En heel bijzonder, een aantal dagen voordat de datum dan is van het weekend, hè, dan trekken we die ticketservice dan terug. En toen kwamen er nog de wereld aan mails binnen van mensen die graag wilden aanmelden. Dus wij verwachten nog heel veel mensen aan de kassa. Dus wij schatten in dat wij zo over de 1000 tot 1200 mensen dit weekend onze gast zullen zijn. En die kan je allemaal kwijt? Ja, fantastisch kwijt. Ja, misschien moet je straks maar even kijken. Prachtig terrein hier. Alle voorzieningen zijn daar. Het is een eiland, dus het is ook om te beveiligen perfect. Ik bedoel, er komt hier geen motor af via die ene brug of die twee bruggen dan. Of die worden goed gecontroleerd. Dus ja, dat is gewoon top. We zijn verder niemand tot last. We hebben gewoon ons eigen terrein. En, super. Het is een heel groot weekend met feest, muziek. Ik zag allemaal tentjes. Ja. Jullie gaan ook nog rijden. Vertel er eens wat over. Nou ja, je bent de gast bij het Leegschapter. En het Leegschapter, dat is Friesland. En als je Friesland zegt, dan zeg je Elfstedentocht. En dat rappeleert ook een beetje aan wat wij als Leegschapter elk jaar doen. Wij hebben jaarlijks ons Elfstedenweekend. Eigenlijk op Benelux niveau. Er komen 150 man. Dat is altijd kleinschalig, maar zeer gezellig. En dan gaan we zaterdags gaan we uitrijden. Rijden we de Elfstedentocht. Gestempeld en al. Zijn we de hele dag bezig. En dan s'avonds een mooi feest. Dat doen we nu wat in het groot. Morgenochtend dan zullen er een heleboel mensen zullen de Elfstedentocht gaan rijden. Met stempels, alles wat erbij hoort. Maar wij verwachten dat er morgen in Friesland heel veel motoren onderweg zijn en ik weet zeker dat mensen dat zullen horen. Ja. Hartstikke leuk. Ik zag dat jullie een enorme tent hadden staan. Ja, een tent van 1000 vierkante meter. Toen die in de benen ging, die tent, toen kregen we kippenvel. Zeiden we, wauw, wat wordt dat mooi. Er staat een fantastisch podium in en er komen straks geweldig mensen te spelen. Dus dat komt helemaal goed. Hoe lang bestaat Leegschapter? Leegschapter is in 98 gestart onder het dealerschap van HD Point in Leeuwarden, Frederik van der Groot. Overigens een super partner van ons, want met Frederik kan letterlijk alles. Is ook hier heel prominent aanwezig, dus die willen we graag even een compliment maken. Nou is mij één ding aan de poort opgevallen. Ik zie ook motoren waar geen Harley Davidson op staat. Ja, dat klopt. Dat wordt toegelaten? Ja, dat wordt toegelaten, want uiteindelijk zijn er potentiële klanten voor onze dealers, zullen we maar zeggen. En motorrijden is motorrijden en natuurlijk, wij zijn van de Harley Owners Group en natuurlijk, de Harley dat is onze fiets, maar dat wil niet zeggen dat de andere fiets geen goede fiets is, dus ze zijn allemaal van harte welkom. Okay. Ik vind het geweldig dat je hier was, het was echt een verrassing, het was erg leuk en ik hoop dat je nog leuke shots kunt schieten en voor allemaal tevreden mensen. Ik ga mijn best doen, okay, dankjewel. Okay. Yeah.
luid en duidelijk. Ik ga langzamerhand wel een videoserie met jullie beginnen. Yeah.